Goedemorgen allemaal. Welkom op onze persconferentie met ons actieplan tegen de radicalisering en voor deradicalisering. Deze persconferentie was al een tijdje gepland vanuit Groen. Wij hebben in 2013, nog voor de verkiezingen vanuit de oppositie, onder impuls van Open VLD toen, maar samen met de andere oppositiepartijen, een resolutie ingediend om een expertencel aan het werk te zetten rond alle fenomenen van de Syrië-strijders en radicalisering. Dat is gelukt om vanuit de oppositie dat hoger op de agenda te krijgen en het Vlaams parlement in actie te laten schieten. En sinds dat moment zijn we als partij ook hard beginnen werken rond het thema radicalisering. De laatste paar maanden hebben we echt niet stilgezeten. We hebben heel veel experten gecontacteerd, onder hen Amy Jane Gielen, Floris Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam, Fouad Gandel van het ACV, Robert Krivit uit de Marge, Montasser Aitemé, die jullie ondertussen wellicht ook kennen, Jessica Schoors. En er zijn er nog een hele race meer. Het lijstje kan u bezorgd worden van mensen die met hun voeten op het terrein zitten, mensen die studiewerk doen, mensen die naar Syrië zijn geweest. Dus een zo breed mogelijk veld van experten, ervaringsdeskundigen, veldwerkers. Wij hebben daar onder hen ook heel veel mensen die zeer discreet met ons contact hebben opgenomen. Wij hebben daar een ronde tafel mee georganiseerd. Wij hebben hen heel intens betrokken bij het studiewerk dat we deden als partij. En we hadden deze persconferentie gepland deze week in onverdachte tijden. In tijden toen we nog niet konden vermoeden wat er in Parijs ging gebeuren. En de aanslagen in Parijs zijn een verschrikkelijke samengang van omstandigheden met deze persconferentie en het werk dat we tot nog toe hebben gedaan. We hadden het liever niet zo gehad, maar helaas is het wat het is. De aanslagen in Parijs zijn een aanslag geweest op een aantal fundamenten van ons democratisch bestel. Met name een symbool van de vrije meningsuiting. En het is een bloedige aanval op de persvrijheid die ons samenlevingsmodel heeft getraumatiseerd. En heel veel mensen vragen zich vandaag af hoe we dit als samenleving ook te boven komen. Er zijn heel veel berichten van escalatie. Er is de aanval op de Joodse supermarkt met helaas nieuwe doden, aanvallen op politieagenten, aanvallen op moskeeën, aanvallen op minderheden. De miljoenen reacties echter van over heel de wereld, de mensen die op straat zijn gekomen het voorbije weekend in Parijs, maar ook bij ons hier in verschillende steden in ons eigen land, zijn echter ook een bron van hoop. De manifestaties staan symbool voor een trendbreuk in het maatschappelijk debat. Er wordt door deze aanvallen nooit een onderscheid gemaakt in slachtoffers. Je suis Charlie, je suis Ahmed. We hebben de verschillende steunbetuigingen kunnen zien. Het was zeer, zeer duidelijk dat onder de slachtoffers mensen van allerlei achtergronden zijn. En na vele jaren van platte stigmatisering zien we nu een intense, maar ook genuanceerde respons vanuit de samenleving opborrelen. En heel veel mensen willen aangeven dat overgrote deel van de bevolking over generaties, religies en groepen afkomst heen fundamenteel gehecht zijn aan de waarden van een democratie en harmonieus willen samenleven. Dat zijn mensen die niet vragen om simpele schema's en directe oplossingen alsof die er zouden bestaan, maar om manieren om zoveel mogelijk samen te werken, zoveel mogelijk na te denken en met zoveel mogelijk mensen onze democratie te vrijwaren. En de collectief gedeelde afschuw over wat gebeurde in Parijs biedt ons een kans als politieke wereld. Een kans om niet te vervallen in oorlogsretoriek, want dat speelt louter de extremisten aan beide kanten in de kaart. Het is een kans om te reageren op een kordate manier, maar evenwichtig. Op die manier kan onze democratie er sterker uitkomen. Dat is onze overtuiging, althans, als Groene Partij. Maatregelen op korte termijn dringen zich op, maar evenzeer goede maatregelen op de lange termijn. De aanslag in het Joods Museum bij ons een aantal maanden geleden, de terreurdaden in Frankrijk, geven aan dat de dreiging die uitgaat van teruggekeerde strijders en geradicaliseerden zeer reëel is. En als partij willen we prioritair aandacht schenken aan de veiligheid van alle burgers. Dat staat buiten kijf. En daarnaast ijveren we voor een overheid die mensen verenigt, niet tegen elkaar opzet en weggaat van het wij-zij-denken, omdat we tenslotte allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
Met het actieplan dat we hebben uitgewerkt de voorbije dagen en dat helaas razend actueel is geworden, willen we ook de rangen sluiten en over partijen heen maatregelen bepleiten die meer veiligheid moeten bieden en een antwoord geven op de oorzaken van radicalisering, meer in het bijzonder de problematiek van het gewelddadig jihadisme. We hebben een actieplan opgemaakt met 4 doelstellingen die we straks nader zullen uitleggen. 1. We willen veiligheid bieden aan alle burgers. En dat is dus het detecteren en het aanpakken van extremistische dreigingen, het voorkomen ook van aanslagen. We willen radicaliserende personen deradicaliseren en de terugkeerders hun integratie door de binding met de maatschappij te herstellen gaan bevorderen. We willen de voedingsbodem van radicalisering wegnemen en een ondersteuning bieden aan alle burgers die door die voedingsbodem kunnen worden geraakt. We willen niet dat jongeren die het gevoel hebben dat ze vandaag in de buitenbaan zitten, uit de bocht vliegen. We willen ook de verbondenheid tussen mensen bevorderen. Radicalisme gaat uit van een ruim maatschappelijk probleem. Ook de politieke boodschap die wordt uitgezet door regionale of nationale beleidsverantwoordelijken zijn bepalend voor het welslagen van ons beleid, zowel ten goede als ten kwade. Wij zijn voorstander van een ketenbenadering. Naast de snel en specifiek optreden bij crisismomenten is er nood aan structurele maatregelen die de volledige radicaliseringsketen aanpassen. En elke keten, dat weet u, is maar zo sterk als de zwakste schakel. En die keten, die ketting, moet hersteld worden door de verschillende schakels structureel te gaan versterken. Preventie, wat in deze een zeer belangrijk element is en geen soft woord. De werking van de veiligheids- en politiediensten, cruciaal in de keten. De opvolging ook door justitie, ook in onze gevangenissen. De uitvoering van de straffen en de reïntegratie in onze maatschappij van zij die teruggekeerd zijn en hier aanwezig. Het actieplan van Groen is dus een totaalbeleid en valt uiteen in 4 delen. Eerste, een reeks voorstellen voor een integraal veiligheidsbeleid dat u zal voorgesteld worden door Stefaan van Ecke, onze expert in het federaal parlement. Ten tweede, een beleid rond zij die terugkeren, wat u door Annemie, ons parlementslid in het Brussels parlement, een stad die toch geconfronteerd wordt met een stevige aandeel terugkeerders en vertrekkers, helaas, zal worden toegelicht. Een beleid dat erop gericht is de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen, wat ook zeer belangrijke materie is in het Vlaams parlement, dat u zal worden toegelicht door Elisabeth. En tenslotte een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlands beleid, dat opnieuw door Annemie zal worden toegelicht. En ik geef graag het woord aan Stefan met de micro. Dank u wel, Merem. Ja, wanneer we het hebben over een integraal beleid, dan is er inderdaad een heel belangrijk hoofdstuk dat gaat om veiligheid. Want zoals Merem zegt, de veiligheid van alle inwoners van dit land, dat is toch wel een absolute prioriteit. We hebben lang gewerkt aan deze tekst, zoals gezegd. We hebben toch een aantal voorstellen die we op tafel leggen. 1. Ik denk dat we allemaal goed weten dat ons land bijzonder complex is. We hebben door de staatshervormingen ook een heel veel versnipperde bevoegdheden. En een eerste zorg is dat er eigenlijk een gecoördineerd beleid zou komen. Je hebt natuurlijk een aantal belangrijke veiligheidsdossiers die op het federaal niveau spelen. Maar als we een integraal beleid willen voeren met ook heel veel elementen van integratie, dan betekent dat dat er zal moeten samengewerkt worden. Er moet samengewerkt worden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, maar ook met de lokale besturen, want zij zijn diegenen die in eerste instantie vaak worden geconfronteerd met de problemen van mensen die vertrekken en die terugkeren. Er wordt gesproken over een hervorming en een versterking van de Nationale Veiligheidsraad. Wel, als die hervorming ertoe leidt dat men naar een meer integrale aanpak zal gaan en een betere samenwerking tussen alle beleidsverantwoordelijken en beleidsniveaus, dan zal dat zeker een hervorming zijn die ook op onze steun zal kunnen rekenen. 2. De inlichtingendiensten versterken. Toen wij de begroting zagen in november, de federale begroting, en zagen dat die zware lineaire besparingen ook de veiligheidsdiensten troffen, justitie troffen, maar ook de staatsveiligheid, waar toen al over bericht is. Toen hebben we ook onmiddellijk de minister van Justitie daarop aangesproken. Dat heeft toen wat weinig weerklank gehad. Maar het is wel opmerkelijk dat in deze tijden, waar zoveel energie en mankracht wordt ingezet in het opvolgen van terugkeerders en van radicalisme, dat daar zwaar bespaard wordt. De cijfers zijn heel zwaar. En het gaat niet alleen over de staatsveiligheid. Het gaat ook over OCAT, dat de coördinatie op zich moet nemen,
of investeringen in Astrid-netwerken of in de speciale eenheden waar ook heel zwaar gesnoeid is. Dus enerzijds zeggen vanuit de regering van wij willen die veiligheid prioritair maken, maar anderzijds heel zwaar gaan snoeien, is contradictorisch. Wij willen dat er een correcte financiering komt van die veiligheidsdiensten, zodat ze hun taken, hun essentiële taken, kunnen opnemen. Als dat niet gaat gebeuren, en dat is heel duidelijk. De minister heeft gezegd, we zullen blijven inzetten op dat radicalisme, maar de staatsveiligheid heeft veel meer opdrachten en taken dan dat alleen. En dan vrezen we dat een aantal andere belangrijke opdrachten minder prioritair zullen zijn, misschien niet meer zullen worden opgevolgd. Maar het gaat ook over bescherming van het economisch potentieel, het gaat over andere vormen van extremisme, het gaat om de strijd tegen proliferatie, heel belangrijke opdrachten. Ik hoop dan dat we binnen 3-4 jaar niet gaan vaststellen dat een aantal andere fenomenen een echt groot probleem vormen, omdat we te veel aandacht en middelen hebben besteed aan het radicalisme. Dus die diensten moeten echt versterkt worden. Maar naast die versterking moet er ook een veel betere coördinatie zijn, een veel betere samenwerking tussen de diensten. Want we hebben al heel veel. We hebben heel veel structuren. We hebben heel veel instanties die met terreur bezig zijn, die met radicalisme bezig zijn. Maar wat we vaststellen is dat die communicatie onderling nog altijd spaak loopt. En ik wil daar verwijzen naar een rapport van het comité P dat pas vorige week is besproken in de begeleidingscommissie, waar een geval staat van een persoon die een terroristische aanslag wou plegen in Denemarken, maar die in België woonde, waar het blijkt uit het onderzoek van het comité P dat heel veel diensten informatie hadden. Lokale politiezones, federale politie, de Belgische staatsveiligheid, zelfs de Duitse staatsveiligheid die vragen stelde, maar dat men eigenlijk die informatie nooit heeft samengebracht. Een verhaal dat eigenlijk niet zo nieuw is als we kijken 10, 15 jaar geleden, waar we zelf de dysfuncties hebben samen vastgesteld. En dus is onze oproep ook, je hoeft niet altijd nieuwe wetten te gaan stemmen of nieuwe instanties te creëren. Zorg er ook voor dat hetgeen vandaag bestaat ook veel beter werkt. 3, de recruterende netwerken opsporen en ontmantelen. Dit is een evidentie. De oorzaak zit daar. Die netwerken die recruteren, die indoctrineren, die vaak ook gebruik maken van het internet, wat ook nieuw is in vergelijking met vele jaren terug. Wel, daar moet een absolute prioriteit van gemaakt worden. En als daar investeringen voor nodig zijn, dan moeten die ook gebeuren. Dit is evident. 4, prioriteit geven aan de strafrechtelijke vervolging bij haatzaaien en oproepen tot geweld en extremisme. Er is de laatste tijd heel veel gesproken over vrije meningsuiting. Dat is heel belangrijk en dat vinden we in een democratie superbelangrijk. Maar ook aan elke vrijheid is een grens. Het oproepen tot geweld, het oproepen tot haat tegenover andere mensen, tegenover gemeenschappen, dat kan ook niet. En daar moet justitie optreden. Dat vinden we heel belangrijk, dat ook justitie daar bijzonder kort op de bal speelt en daar een prioriteit van maakt. 5, het strafbaar stellen van oorlogsvoeren in het buitenland. De wetgeving zal nog komen, maar voor ons is het heel duidelijk dat elke betrokkenheid bij criminele of menserende praktijken in elk buitenlands conflict moet strafbaar gesteld worden. Wat wij vrezen is dat men nogal selectief zal zijn, dat de regering zal bepalen welke soorten conflicten heel belangrijk zijn om tegen te strijden. En dan zeg ik ook van, het wordt heel moeilijk als we selectief worden. Als iemand 2 jaar geleden naar Syrië vertrekt om zich aan te sluiten bij het Vrij Syrische leger, zullen vele mensen dat misschien legitiem gevonden hebben. Als 2 jaar later mensen vertrekken naar Syrië om bij IS te strijden, zal dat niet legitiem worden beschouwd. Als iemand van Koerdische afkomst vertrekt om te zeggen ik ga meehelpen Kobani beschermen, zullen velen dat legitiem vinden. Maar als diezelfde Koerdische groepering daarna zich terugtrekt in Turkije en zich mengt in het conflict dat bezig is, dan zullen anderen zeggen van dat is niet meer legitiem. En dan is de vraag waar trek je een grens? En dat is bijzonder gevaarlijk. Als we met categorieën gaan werken, als we aparte lijstjes gaan beginnen maken, en dan zeggen wij heel duidelijk, we trekken een harde lijn. Hè. Gaan vechten in het buitenland is een probleem en dat doe je beter niet. 6, de radicalisering in de gevangenis is heel belangrijk en dat hebben we ook gezien in Frankrijk. En ik denk dat daar bijzonder veel werk voor de boeg is. De problemen in de gevangenissen zijn al lang gekend, maar wat we nu specifiek hier zullen moeten doen, is het installeren van wat we noemen engagementsprogramma's in het Engels. Waarbij we eigenlijk zeggen van, je moet eigenlijk de expertise die er is van jihaddeskundigen, islamdeskundigen, die moeten ingezet worden in de gevangenissen om die mensen die daar een straf uitzitten, om hen te begeleiden, om dat tegenverhaal ook te gaan brengen en te gaan aantonen dat de lezing van de islam die zij hebben gehad, dat dat niet altijd de correcte is. En daar heb je mensen voor nodig die autoriteit hebben, die ook dat gesprek kunnen aangaan.
is bijzonder belangrijk. Twee, een doordachte plaatsingspolitiek. Daar is al ook al wat over gezegd de laatste tijd. En het is een zeer moeilijk iets, omdat onze infrastructuur zeer moeilijk is. Er is een overbevolking, wat een groot probleem is. En ja, het mengen van radicalen over verschillende gevangenissen kan een probleem zijn. Maar soms zal ook het verspreiden een probleem zijn. Dus daar is maatwerk echt op zijn plaats. En wij vinden dat je echt die maatregelen moet nemen in functie van reïntegratie. Want hoe je het draait of keert. Wie in de gevangenis zit en zijn straf uitzit, zal vrijkomen. Na 2 jaar, na 3 jaar, na 4 jaar, na 5 jaar. En wat er echt nood aan is, is een reïntegratietraject. Zodat we heel goed weten hoe we de problemen waar die veroordeelden mee geconfronteerd worden, hoe we die problemen gaan aanpakken. En een plaatsing en een beleid in functie van die reïntegratietrajecten is voor ons bijzonder belangrijk. Dat is trouwens een probleem dat niet alleen geldt voor die categorie van gevangenen, maar voor alle gevangenen. Het is het failliet van het gevangenisbeleid van de laatste 20 jaar. Inzet van islamconsulenten, dat wordt heel positief ervaren. Iedereen is daar super enthousiast over, dat dit echt helpt. Maar toch stellen we vast dat er maar 18 zijn in Vlaanderen, dat het statuut eigenlijk niet goed is. Dus die opdracht moet geherwaardeerd worden, daar moet in geïnvesteerd worden. En als we zien dat er in Vlaanderen eigenlijk geen opleidingen zijn en mensen naar Nederland uitwijken om opleidingen te volgen, ja, dan is duidelijk dat daar ook een groot gebrek is waar onmiddellijk moet in geïnvesteerd worden. Het inzetten van iemand in de gevangenissen is ook daarom bijzonder belangrijk. En de overbevolking bestrijden, evident. Maar tezelfde tijd ook zorgen dat in die gevangenissen er wordt gewerkt aan die reïntegratie. En dan gaat het ook over aandacht voor scholing, voor werk. De toegang moet krijgen, zodat de mensen, wanneer ze buiten komen, als ik het maar zeg, beter gewapend zijn om opnieuw geïntegreerd in de maatschappij te stappen. 7. De strijd tegen illegale wapenhandel in België versterken. Kijk, telkens als er een incident is, ook het incident in Luik van enkele jaren geleden, dan zegt men, we moeten echt werk maken van die strijd tegen die illegale wapenhandel die er is in België en een heel groot probleem is. Het staat in vele plannen. Wij verwachten ook daar van deze regering echt wel een actieplan, een heel stevige aanpak. Want het circuleren van dergelijke oorlogswapens in onze maatschappij is niet alleen voor deze problematiek, maar voor de veiligheid toekomst van heel groot belang. En tot slot een 8e voorstel. Strijd opvoeren tegen discriminatie, racisme en islamofobie. Het is natuurlijk heel duidelijk dat in onze maatschappij in België dit echt wel een probleem is. Discriminatie op school, op het werk, op de woonmarkt, op vele domeinen. En ook daar moet justitie duidelijke signalen geven. Discriminaties die moeten ook aangepakt worden door justitie. Dat moet ook een prioriteit worden. Je kan niet alleen een strijd voeren tegen diegenen die over de schreef zijn gegaan, die geradicaliseerd zijn en gewelddadig zijn geworden. We moeten tezelfde tijd ook diegenen die aanzetten tot discriminatie, discrimineren, ook zij moeten we met justitie aanpakken. Om dat hoofdstuk af te sluiten wil ik nog iets algemeens meegeven. Ik denk dat we moeten opletten in alle voorstellen die gaan komen rond veiligheid voor simplificaties. Want de materie is bijzonder complex. 1 maatregel zal niet volstaan om het probleem op te lossen. 2. Vele maatregelen zullen genomen worden om de democratie te beschermen. Maar je gaat de democratie niet beschermen door de democratie te verminderen, door de democratie af te bouwen of door ongeoorloofde inbreuken op de privacy te gaan organiseren. En voor ons zal het altijd belangrijk zijn om alle voorstellen die op tafel zullen gelegd worden, om die toch wel te toetsen aan die criteria. Maar tezelfde tijd zijn wij ook heel graag bereid om samen te werken met andere partijen, om alle voorstellen die er komen op een heel ernstige manier te onderzoeken en hopelijk ook eensgezind een beleid te kunnen uittekenen met 1 belangrijke doelstelling voor ogen, de bescherming ook van alle inwoners van ons land, maar tezelfde tijd met behoud van een open en democratische samenleving. Dank u wel, Stefaan. De boodschap, de hooiberg niet verhogen, maar wel op een betere manier de speld in de hooiberg vinden. Ik denk dat dat een heel belangrijke uitdaging wordt voor ons als politiek de komende maanden. Annemie zal de tweede schakel over het gespecialiseerd beleid voor terugkeerders toelichten. Misschien enkel ook nog vermelden dat we ook daar rond experten uit andere landen, met name Duitsland, Ahmed Mansour, naar hier hebben gehaald, die daar werkt rond het Hayat-programma. Maar Annemie zal er u meer over vertellen.
Ja, dank u wel, Mirjam. Inderdaad, ons actieplan bestaat uit verschillende onderdelen. En het onderdeel dat gaat over het speciaal beleid voor terugkeerders is ook ontzettend belangrijk. Dat actieplan is niet zozeer nu de recente gebeurtenissen... of we hebben het actieplan dan niet opgestart, maar het is al van veel langere datum. En ik wil eigenlijk ook starten met de terroristische aanslag op het Joods Museum in Brussel. En ook de vragen van tal van mensen in Brussel om iets te doen aan al de mensen die terugkeren, niet alleen in Vlaanderen, die terugkeerders, maar ook in Brussel. En dus wat moeten wij vaststellen, dus op basis van wat experten ook zeggen, is dat die terugkeerders niet zo homogeen zijn. Men moet het kaf van het koren scheiden. Je hebt enerzijds mensen die om welke reden dan ook terugkeren en een desillusie groter zijn, maar de anderen zijn wel echt een potentieel gevaar voor de veiligheid. En dus wat wij vaststellen is, en dat is ook ons eerste voorstel, dat er eigenlijk geen voldoende programma's zijn op maat van die terugkeerders. Nu is het huidige Belgische reïntegratieprogramma meer een algemeen beleid, niet gecoördineerd, veel onwetendheid bij de verschillende actoren. En dus er zijn goede voorbeelden in het buitenland waar dat men duidelijk gaat voor individuele programma's die een voldoende lange duurtijd hebben en met ook een breed spectrum van doelstellingen. Dat gaat over het afzweren van geweld, herstellen van de familiebanden, zeer belangrijk. Ook de psychologische hulpverlening van de familieleden en een ruimere reïntegratie in de samenleving. De voorbeelden in het buitenland die zijn er bijvoorbeeld in Zweden, in Engeland, in Duitsland. En dus ons voorstel is om met de verschillende overheden, dat gaat zowel over de Vlaamse overheid als de Brusselse overheid, om een specifiek programma te ontwikkelen naar dat Duits voorbeeld, waarbij familieleden, vrienden en andere personen die nauw verbonden zijn bij die terugkeerders, om die daar zo goed mogelijk bij te betrekken. En om een volledig traject af te leggen dat voldoende lang in tijd is en ook met de hoop om die mensen zo snel mogelijk te reïntegreren. Een ander voorstel dat wij hebben is eigenlijk extra budget en expertise in de betrokken sectoren, want daar zien we dat dat er toch ook het schoentje knelt. De drempels zijn nog altijd te hoog naar het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, opvoedingswinkels. Ook de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding zou een grotere zou belangrijker kunnen zijn. En dan specifiek denken we dan aan extra middelen om die begeleiders te geven in de opvoeding van hun kinderen of hun geradicaliseerde kinderen. Het openen van een postdossier, een problematische opvoedingssituatie, zou veel sneller moeten gebeuren. Er zouden opleidingsmogelijkheden voor de jeugdmagistraten zou ook beter kunnen. En er is nu ook een malaise in de jeugdzorg die dringend moet aangepakt worden. Wanneer jongeren in een herintegratieproject worden geconfronteerd met wachtlijsten van ettelijke maanden, dan kan er eigenlijk onmogelijk duurzaam gewerkt worden. En tenslotte ook nog een training, en dat is denk ik zeer specifiek, daar is ook heel erg vraag naar van de eerste lijnswerkers. Dat zijn de mensen die ons aanspreken in Brussel om te zeggen van kijk, wij willen wel, maar wij krijgen niet de voldoende middelen en wij hebben niet voldoende expertise. Het is een soort van het gevoel van een druppel op een hete plaat. Dus zij vragen veel meer ondersteuning zelf, die eerste lijnswerkers, om een volledig programma, een gecoördineerd programma te kunnen uitvoeren samen met die terugkeerders. Dankjewel, Annemie. Radicalisering kan alleen maar gedijen op een voedingsbodem van uitsluiting, totalitarisme, extreme gedachten. En het is belangrijk om die voedingsbodem weg te nemen, omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Ik laat graag daarover Elisabeth aan het woord. Ja, we hebben de laatste weken toch kunnen zien, en ik ben daar zeer tevreden mee, dat er eigenlijk over partijgrenzen heen
toch wel overeenstemming begint te komen dat preventie inderdaad een heel cruciaal aspect is van een deradicaliseringsbeleid. Dat daar niks soft aan is, integendeel, dat het cruciaal is om die voedingsbodem waarop radicalisme en extreem geweld kan groeien, om die zo hard mogelijk te proberen bestrijden. Na 9-11, denk ik, zijn er een reeks van veiligheidsmaatregelen gekomen die sommige broodnodig waren, soms zelfs niet voldoende waren. Stefan heeft ook al gezegd dat op vlak van veiligheid er aan veiligheidsmaatregelen een tandje kan bijgestoken worden. Maar de kant van de weg bergop, zoals we die noemen, het moeilijkere werk van het voorkomen van radicalisering, ook daar moeten we echt aan werken en is het hoog tijd dat er een tand wordt bijgestoken. Iedereen kijkt dan meteen naar het onderwijs. En inderdaad, ik denk als er iemand goed geplaatst is om te detecteren als jongeren het gedrag van jongeren verandert, als ze plots wegblijven van school, dan zijn dat de mensen van het onderwijs. Alleen voelen zij zich op dit moment absoluut niet sterk genoeg, te weinig ondersteund en met onvoldoende expertise om die problematiek op een goede manier aan te pakken. Vandaar de resolutie in 2013 al om een expertisecel op te richten om te zorgen dat mensen uit het onderwijs, maar ook jeugdwerkers, want vandaag staat in de standaard dat eigenlijk jeugdwerkers, mensen uit het welzijnswerk met hetzelfde probleem kampen en zich niet geschoold voelen en niet in staat om die problematiek op een adequate manier te beantwoorden, om die te ondersteunen. Dus die expertencel moet er dringend komen. Daar is overleg, zegt de minister op dit moment, maar op het veld is er nog geen ondersteuning bijgekomen op geen enkele manier. De time is now om daar werk van te maken. Ik denk dat er nog steeds moet gewerkt worden en dat we dat niet mogen vergeten aan de ongelijkheid in het onderwijs. Als je hoort dat er 3000 jongeren zelfs geen diploma basisonderwijs halen, dan zijn die jongeren vogels voor de kat. Die zullen waarschijnlijk geen aansluiting vinden met de maatschappij vinden, geen job vinden. Dat is zeker niet de schuld van die kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn en al in de steek gelaten worden. Dus we moeten daarop inzetten en niet in besparen. Niet elk kind is gelijk, niet elk kind komt gelijk aan de start. Wij moeten daar als beleid een tand bij steken. Spijbelen is een belangrijk signaal van jongeren die afhaken en die niet meer betrokken zijn. Dat is bespaard op spijbelprojecten. Lokale besturen die heel fel werken rond die spijbelprojecten hebben een budget met 30% verminderd gezien. Dat is een foute keuze. We moeten daar blijven op inzetten. Ons onderwijs kan ook redelijke aanpassingen doen. Mensen het gevoel geven dat, hoewel ze misschien uit een andere cultuur komen en een andere geloofsovertuiging hebben, ze toch welkom zijn in ons onderwijs. Die redelijke aanpassingen moeten op geen enkele manier inboeten op onze democratische waarden. Die staan voorop. Maar toch kan je nadenken over tegemoetkomingen die mogelijk zijn. En dan denken wij bijvoorbeeld aan een hoofddoekenverbod, een algemeen hoofddoekenverbod, waarbij wij ons toch stellig afvragen, al altijd. Op die scholen waar daar absoluut zich geen problemen stelden en waar tot voor kort de hoofddoek absoluut niet voor problemen zorgde, waarom zo'n algemeen verbod een goed signaal zou zijn, we vinden dat niet het geval. Naast onderwijs kijken wij ook naar jeugdwerk en meer specifiek jeugdwerk met kwetsbare jongeren. Dat komt een stukje in het gedrang, omdat die lokale financiering nu in het gedrang komt. Financiering voor het jeugdwerk vanuit Vlaanderen, daar is in geknipt en komt ook in een algemene pot terecht, waardoor lokale besturen misschien niet altijd de reflex zullen hebben om voldoende te investeren in jeugdwerk met kwetsbare jongeren. Ook daar hetzelfde probleem. Jeugdwerkers vragen om ondersteuning, hebben het gevoel dat zij met grote problemenkampen signalen doorkrijgen, maar daar niet altijd een adequaat antwoord op hebben. Dus ook daar willen wij sterker werk van maken. Je hoort heel vaak van experten dat jongeren uit een isolement halen ontzettend belangrijk is. En ook werk kan daarvoor zorgen. Zorgt voor een netwerk, een sociale context, waardoor jongeren een stukje terug structuur krijgen, een stukje zelfrespect terugwinnen. Ik denk dat we dus ook op die arbeidsmarkt moeten blijven inzetten. Alle jongeren die jarenlang op zoek zijn, soms naar werk, hebben het moeilijk en worden kwetsbaar als personen, omdat dat iets doet met een mens om geen werk te zoeken.
jongeren die dan nog eens vatbaar zijn voor een ideologie die op hen inpraat en zegt wel antwoorden te hebben voor de problemen waar zij mee kampen, zijn nog kwetsbaarder, denk ik. Dus het heeft zin om specifiek naar die groep jongeren toe extra inspanningen te doen, te zorgen dat er een jongerenbanenplan komt voor alle jongeren, maar dat we bijvoorbeeld ook hard zijn wat racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt betreft, wat het aanpakken daarvan betreft. Want ook op die manier haal je toch wel een stukje van de wrokgevoelens die er kunnen zijn ook weg en bied je jongeren perspectieven. We moeten ons specifiek richten op laaggescholden, want dat is een groep die ook heel erg kwetsbaar is. Het is niet de enige groep, maar het blijkt wel dat het een grote groep is. Een vierde voorstel dat belangrijk is, denk ik, is de vertrouwensrelatie met de allochtone gemeenschap opbouwen. Vaak zie je dat in tijden van problemen en na aanslagen men wel naar de allochtone gemeenschap kijkt, maar dat die vertrouwensrelatie in onverdachte tijden, laat het ons zo zeggen, moet inboeten aan aandacht en we daar niet zoveel oog voor hebben. We hebben de beelden gezien, we hebben allemaal gesproken met ouders die een zoon of een dochter hebben zien vertrekken en die verweest, compleet verdrietig en verloren achter zijn gebleven. Dat treft ons enorm. Maar dan voel je dat die toch wel de angst hebben om naar de politie te stappen, om hulp te vragen, omdat die vertrouwensrelatie nog niet is opgebouwd. En ik denk, op dat moment heb je een middenveld nodig, een sterke middenveld dat tussen politie en ouders, tussen politie en gezinnen instaat, het vertrouwen wel kan opbouwen en weet hoe die mensen te ondersteunen voor ze in een nog negatievere spiraal terechtkomen. En we moeten investeren in dat middenveld en we moeten daar werk van maken. We moeten de moslimgemeenschap zelf ook heel sterk ondersteunen. Het signaal dat we gekregen hebben, heel duidelijk vanuit de meeste mensen, bijna allemaal vanuit de moslimgemeenschap zelf, is geweest van dit zijn onze jongeren, dit gaat ons aan, dat treft ons even hard als iedereen in het hart natuurlijk. En je hoort de stemmen opgaan van een Europese, Europese wordt er genoemd islam, imams die jongeren, met jongeren een vertrouwensband, jongeren die hier zijn opgegroeid, kunnen opbouwen, omdat ze de taal spreken, omdat ze onze context ook wel kennen van onze samenleving. Dus een imamopleiding in Vlaanderen lijkt ons cruciaal. Islamconsulenten, we hebben het daar net over gehad, in gevangenissen, maar ook islamleerkrachten moeten we kunnen bijscholen om ze sterker te maken en om te zorgen dat ze ook met deze problematiek op een goede manier kunnen omgaan. We moeten counter-narratives ontwikkelen, tegenverhalen, sterke verhalen die aantonen dat er ook een zeer gematigde vorm van islam bestaat, die groepen zoals die wahhabistische strekkingen die op het internet gif verspreiden, die daar tegengas kunnen aanbieden, die tegenverhalen kunnen vertellen op het internet. Dat zijn belangrijke bondgenoten waar we moeten mee samenwerken, waarmee we de handen moeten in elkaar slaan. Ten slotte denken wij ook dat de media een belangrijke rol kan spelen door dat gematigd beeld van de islam ook te laten zien, ook te tonen, ook te versterken. Dus we roepen de minister van Media op om hier toch ook een initiatief te nemen en die programma's te ondersteunen die dat beeld een stukje bijsturen. En tenslotte is het zo cruciaal dat er een aanpak komt die alle beleidsniveaus overschrijdt. We hebben gezien, denk ik, dat heel wat gemeenten zeer goede dingen hebben gedaan. Zelf geprobeerd hebben op een zo goed mogelijke manier programma's te ontwikkelen. Maar een allesomvattend beleidsniveau overschrijdende aanpak is er tot nu toe veel te weinig geweest. In Nederland heeft men in 2005, na de moord op Theo van Gogh, gezegd van er moet een nationaal actieplan komen dat goede voorbeelden bundelt, los van het niveau waarop we dat moeten aanpakken. Ook dat is een voorstel, een kenniscentrum en een meldpunt maatschappelijke polarisering en radicalisering dat er voor ons moet komen. Dat zijn een aantal van de preventieve maatregelen. Dank u wel, Elisabeth. De coördinatie en de samenwerking over verschillende besturen heen en verschillende kabinetten heen zal heel belangrijk worden. Maar ook de samenwerking boven enkel het Vlaamse of het Brusselse niveau met heel België en de Europese Unie. Annemie? Ja.
Ja, dat is ook een belangrijk luik, hè, natuurlijk. België in de internationale context en ook het Europees beleid. We hebben de beslissing genomen in België om F-16's te sturen naar Irak. Toen al waarschuwde Groen dat dat niet een goede zaak was voor... voor het radicalisme, voor in de regio, de aantrekkingskracht dat dat zou hebben voor de jihadistische strijders. En zolang dat België en de Westerse bondgenoten een dubbele moraal hanteren over de mensenrechten in de internationale politiek, wordt het radicalisme eerder gevoed dan tegengegaan. En daarom hebben wij ook een aantal kapstokken voor ons internationaal beleid. Dus wij vinden dat de landen die onvoldoende inspanningen leveren om te verhinderen dat de IS of andere extremistische islamitische groeperingen van op hun grondgebied steun krijgen, dat wij die veel meer moeten veroordelen. En we denken daarbij aan landen als Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Kuwait, als ook Turkije. Die spelen een ontzettend belangrijke rol in de regio. Bondgenoten zoals Turkije en Saoedi-Arabië worden expliciet opgeroepen om hun steun aan de jihadisten te stoppen en hun grenzen met Syrië en Irak te sluiten voor leden van extremistische groepen. Nu Saoedi-Arabië verbood wel misschien openlijk financiële steun aan IS, maar blijft wel de grootste ideologische sponsor van IS. En ook het grensgebied tussen Turkije en Syrië blijft fluïde. België en de EU moeten ook zich veel meer inspannen om de slachtoffers van het conflict op te vangen door veel meer op grote schaal humanitaire bijstand te verlenen en veel meer vluchtelingen uit Irak en Syrië te beschermen. En er zal ook geen duurzame vrede zijn in Syrië en Irak, zolang dat het ook op internationaal vlak niet wordt beslecht. Dus het is cruciaal dat de situatie in Irak aan het internationaal strafhof wordt voorgelegd. De wapenhandel naar de conflictgebieden is ook een belangrijke as. Dat moet effectief aan banden gelegd worden. Ook de economische belangen, dat vergeten we vaak, dat eigenlijk de economische belangen vaak primeren. Wij vinden dat het moet ondergeschikt worden aan het buitenlands beleid. En tenslotte een succesvolle samenwerking onder de VN-vlag, dus een grote rol voor de Verenigde Naties. Het is het resultaat van een werk van lange adem wat hier vandaag voor u voorligt. Het is een tekst van een aantal pagina's waarmee een traject is afgelegd. Maar ik kan me voorstellen dat naar aanleiding van de zeer recente gebeurtenissen er misschien nog een aantal vragen zijn. Dus ik zou zeggen, als jullie nog vragen hebben, vraag gerust. We gaan er naar best vermogen op antwoorden. Dit is natuurlijk een aanzet tot een debat over partijgrenzen heen, zoals Stefaan al zei. Het is niet onze bedoeling om hiermee te pretenderen dat dit de oplossing is. Ik denk dat we met z'n allen aan het zoeken zijn naar een zo sterk mogelijke keten. En dit is alvast onze bijdrage tot het debat.